Dag wijnvrienden. Eind november heb je mij de laatste keer gezien als wijnbouwer met de roséwijn. Ik had die dan overgeheveld van de fijne Lies. Ik heb een aantal metingen gedaan. Ik heb ook nog ergens in december en januari metingen gedaan om het vrij SO2 te meten. En vandaag doe ik mee aan een keuring van mijn wijn bij de lokale wijnbouwers Oost-West. De WOW heet dat. Dat is een vereniging van wijnbouwers die onderling ervaringen uitwisselen, waar dat we lezingen kunnen volgen, waar dat we slimmer kunnen worden met betrekking tot de wijngaard. En vanavond mogen we na lange restricties en beperkingen onze wijn aan elkaar voorstellen. Dus ben ik ook wel verplicht. En vanavond is het thema rosé en rood. En ik ga mijn rosé indienen. Mijn 50% regent en mijn 50% johanniter. Ik zal niet filmen vanavond op de keuring, maar ik zal wel een aantal foto's nemen. En ik zal zeker via Instagram jullie op de hoogte houden van hoe het allemaal verlopen is. Ik hoop dat deze video online geraakt voor vanavond. Anders zul je met terugwerkende kracht op Instagram moeten kijken hoe ik het er vanaf gebracht heb. Ik ben nog mijn koffie aan het uitdrinken en ik ga eerst een staal nemen en ik ga nog twee metingen doen. Ik ga nog eens de zuren meten en de vrije SO2. Dat is belangrijk dat je dat weet voordat je bottelt. Mocht die onder de 10 zitten of onder de 20, de vrije SO2, dan moet je nog even ingrijpen. Maar ik denk dat we goed gaan zitten. Ik rij nog even mijn wijndief. Ik heb hier een oplossing van kalium metabisulfiet en citroenzuur. En daarmee reinig ik alle zaken die in contact komen met de wijn. Het reinigen, wijn maken is heel leuk, maar het is meer of de helft is eigenlijk het reinigen van je materiaal. Zorg voor een goede, ik heb geen goede setting, ik heb een garage, ik doe het in mijn huis. Ik moet over en weer lopen met van alles, we moeten daar gaan reinigen, hier gaan spoelen, dan buiten een aantal zaken doen. Zeker ook om te filmen, hebben we beter licht buiten, dus doe ik heel veel buiten. Maar heel veel is reinigen. Ik heb deze wijndief net gereinigd, dit maatglas is ook al gereinigd, dus ik ga nu een staal gaan nemen. Van mijn regent en johanniter rosé. Kom maar mee, Sarah. Wijn maken. Urban winemaking. In de praktijk, je ziet, dit is de garage. Is dit hier super hygiënisch? Nee, er staat hier ook een wagen. Maar alles wat in het vat zit, is goed ontsmet. En doen we natuurlijk heel hard ons best voor. Zo. In deze cuve zit mijn rosé. Ik ga het vlot een taksel verwijderen. Zo. De band lost alweer van aan de zijkant. En Sarah, dit is het edele vocht dat we hopelijk binnen een paar minuten kunnen proeven. Het ruikt heel lekker. Ik ga een staal nemen in dit maatglas. Het is een beetje improviseren. Hiermee heb ik meer als voldoende. Hij ruikt echt fantastisch. Zo. Ik ga het ook niet van hoog erin gaan spetsen, want dan heb ik weer toevoeging van zuurstof. En dat is voor de vrije sulfietmeting niet ideaal. Het is geen ramp, maar het is niet ideaal. Zo, deze ga ik hier even aan de kant leggen. Die moet toch weer gereinigd worden. En ik ga hier even van deze rosé wat metingen gaan uitvoeren. Ik heb het stofdeksel op mijn inox-tankje van 50 liter gemaakt, of gezet. Gewoon naar oxidatie is dat geen al te groot probleem. Het is maar voor even. En ik ga hier een testje doen. Ik had een ander pipet nodig. Ik zal proberen te gieten. Het is een acidometer. Dit heb ik al gebruikt in het verleden. Ja, zo, nu zit ik er ver boven. Ik ga een beetje teruggieten. Nog een klein beetje. Zo, we zitten aan de nulstreep. Ik ga blauwloog toevoegen. Voor een blauwloogmeting. Je moet het niet in detail filmen, Sarah. Het is zeer moeilijk om te volgen. Maar ja, het zal mij moeten vertrouwen. Ik zal starten op 6 gram zuur. Dat kan je misschien zien dat het nu indicator op 6 staat. En ik zal kijken. Er is nog geen definitieve kleuromslag. Dus ik ga
Ik zat op 8 op een bepaald moment. Dus ik ga nu naar 7. Als ik nog altijd 8, rond de 8 heb, dan weet ik dat er geen malolactische omzetting gebeurd is. Want dan verlies je meestal 1 gram wijnstinzuur per liter. Ik moet soms nadenken dat ik de juiste benaming gebruik. Er is nog geen kleuromslag aan 7, maar het is toch al een beetje aan het verkleuren. Dus ik denk dat ik weer aan de 8 ga uitkomen en dat is exact waar ik wil zijn. Dat zorgt ervoor dat we met een lekker frisse rosé te maken hebben. En nu hebben we kleuromslag. Dit is blauw en dit blijft blauw. Dus ik zit met 8 gram zuren. Dat is perfect, ik ben er heel blij mee. Straks drink ik van tevredenheid de hele fles leeg. Nee, dat is niet de bedoeling, want er is nog een drukke werkdag. En vanavond is er ook nog de wijnkeuring van de wijnbouwers Oost-West. Als jullie in de buurt een vereniging hebben waar mensen zich verenigen rond wijnbouw, dat is super interessant. Ik heb er al heel veel uit geleerd. Je komt met mensen in contact waar je dingen kunt aan vragen. Dat is super interessant. De volgende test is de vrije sulfietmeting. En dat is ook een titreertest. Dat is eigenlijk net hetzelfde, maar ik ga nog een titreerbuisje moeten gaan halen. Of een titreerpipet. Dit was van eerste keer juist, dat is de eerste keer dat mij dat overkomt. En dit gaan we doen met een jodiumoplossing. En ik ga vlug een druppelpipetje gaan halen. Zo, wijnbouwvrienden. Ik heb een titreerpipetje, dat is eentje van 3 milliliter. Daarmee zal ik titreren. Ik hoop dat ik niet meteen een kleuromslag krijg, want dan heb ik eigenlijk te weinig vrije SO2 sulfiet in mijn wijn en dan moet ik weer aanpassing gaan doen. Ik hoop dat ik meteen ga kunnen bottelen. Ik ga meteen stijgen naar 10 milligram vrije sulfiet en ik ben super blij om te zien dat de wijn meteen weer uitklaart. Zo. Ik ga door naar 20. Ja. Ik zie het hier allemaal goed komen, want de wijn is weer al zo goed als helder. Sorry als je het niet goed kunt volgen, maar je moet het maar eens testen. Je kan dit ook met andere heldere fruitsappen proberen, als je dat eens wil proeven. Ik zie toch dat het iets dikker wordt. Ik ga naar 25 milligram. 25 milligram is de grens. Yes, waarop dat ik eigenlijk zonder probleem kan bottelen. Ik hoop ook niet dat we met te veel sulfieten zitten. Want dat is dan ook weer niet goed. Ik ga naar 5, ja, tussen de 30 en de 40. En je ziet echt, die blauwe wolk wordt dikker. Dus ik zit op 35. Ik ga zeker voldoende. Ik ga naar 45. Voor mij is het ook niet exact belangrijk om te weten op de milligram na. En kijk eens wat we hier hebben. Ik zit op 42, ja, iets over de 40. En hij kleurt. Nu moet je 10 seconden of 20 seconden wachten, maar hier gebeurt niks meer mee. Ik ben super tevreden. Ik kan eigenlijk gaan bottelen. En ik ga, redelijk emotioneel moment, proeven van de wijn waar ik sinds vorig jaar in maart mijn hart en ziel in gestoken heb, bij de snoei. En die jullie heel jaar kunnen volgen hebben, het is tijd om te proeven. Dit is echt lekkere rosé. Ik ben wijnliefhebber sinds 2010, toen heb ik mijn passie gevonden in wijn. Sinds 2015 heb ik een wijnhaard. Sinds 2018 heb ik mijn eerste wijn gemaakt. Die eerste rosé was echt niet te drinken, volledig geoxideerd. En dit is de eerste wijn waar ik echt tevreden over ben. De Regent van 2 jaar geleden. Dat was ook al een goede poging. Maar dit is echt lekker. En ik heb er al 25 milliliter van gedronken. Ik ga nog een slok nemen. De aciditeit is perfect. Heel lekkere, knapperige zuren. We hebben rood fruit. Rode besjes eigenlijk, aalbessenachtig, met een beetje aardbeidtoets. Het mondgevoel is heel aangenaam. Ik had te veel zuren
Ik had genoeg zuur in mijn johanniter, iets te veel zelfs, maar ik had er te weinig in mijn regent. En met die twee te blenden is het echt perfect. Ik ga met opgeheven hoofd mijn wijn overpompen. Ik ben de pomp aan het ontsmetten, ook weer in die oplossing van kalium metabisulfiet en citroenzuur. Ik ga die overpompen mijn wijn. Super lekker, Sarah. Ik ga die overpompen mijn wijn in de vulemmer. In een emmer met een tuitje aan waar ik flessen mee kan vullen. De flessen zijn gereinigd. We zijn er al een drie kwartier een uur mee bezig geweest. De flessen zijn gereinigd, ze zijn gedesinfecteerd en ze zijn klaar om te vullen. Ik heb kurken, ik heb een kurkapparaat en ik ben super enthousiast. Ik ga nog een slok nemen. Normaal gaan we eigenlijk, als we professioneel proeven, kijken naar de wijn. Dan ga je de kleur gaan bepalen, dan ga je de waterrand bekijken, hoe intens dat de wijn is. Dan ga je ook gaan ruiken aan de wijn. Ga je aroma's gaan detecteren, dan ga je proeven. Maar nu ga ik van de eerste keer gewoon proeven. Uiteindelijk ga je ook nog wijn en gerecht gaan jureren. Ga je zeggen, van dit zou ik serveren bij een bepaald gerecht, maar ik ga er gewoon van drinken. Ik ben heel benieuwd wat het vanavond zal geven tussen een aantal roséwijnen van mensen die professioneel met wijn bezig zijn. Jammer dat ik het niet kan filmen, maar ik ga genieten van die avond. Ik ga babbelen met mijn vrienden, ik ga geen video maken, maar ik ga af en toe toch wel een foto doorsturen en jullie op de hoogte houden van wat de resultaten zijn. Ik ga verder met het pompen. Zo, wijnvrienden, we zijn aan het einde van het bottelen en we hebben 43,5 flessen rosé. Ik had niet genoeg flessen voorzien. Eigenlijk wil ik die rosé bottelen in doorzichtige Bordeaux flessen. Dat is natuurlijk fantastisch, dan zie je de mooie kleur van die rosé. Maar helaas, ik had er niet genoeg. Ik dacht dat ik er genoeg had. Maar kijk, ik ben niet meer naar de winkel gereden of naar het magazijn van moestuinweetjes.com. Om nieuwe flessen te gaan halen, dat is een beetje te ver. En ik heb eigenlijk mijn groene Bordeaux flessen gebruikt. Ik denk dat die intern gebruikt zullen worden. En als ik mijn dierbaren een cadeau doe, dan zal ik het eigenlijk in deze flessen doen. Ook voor de wijnproeving vanavond van de wijnbouwers Oost-West ga ik misschien wel de groene flessen gebruiken, omdat die toch blind geproefd worden. En dan heb ik die doorzichtige flessen om eigenlijk te schenken aan mensen. Ik vind het wel mooier om het te doen. Het was een super voldoeninggevende activiteit, die rosé maken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Eigenlijk van druif tot fles, want nu zit die in de fles. Ik kan hier ook nog met een capsuleerapparaat een capsule rond doen. Dat is een krimpcapsule. En ik kan er ook nog een etiket op aanbrengen. Maar dat ga ik nu niet filmen. Ik ga dat misschien eens houden voor een aparte video. Zo, bedankt voor het kijken naar deze reeks witte wijn maken of rosé wijn maken. Het was super leuk om te doen. Het is een beetje arbeidsintensief geweest om altijd maar te filmen, maar ik ben blij dat ik een documentaire heb, waarmee jullie kan inspireren om ook jullie witte wijn of jullie roséwijn te maken. Hebben jullie vragen, mag je altijd onder deze video plaatsen. Ik zal altijd proberen te antwoorden. Wil je zelf ook wijn gaan maken, dan kun je gerust eens een kijkje nemen op moestuinweetjes.com bij wijnbouw en wijnmaakspullen. Je kunt van A tot Z alles vinden om wijn te maken, om druivenstokken aan te planten, meststoffen, palen, draden. Alles is beschikbaar en ik zal jullie ook altijd helpen met raad en daad. Zo, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!